De rechtbank zal de werkstraf opleggen die de officier van justitie heeft geëist. Dit is een werkstraf van 240 uur. En dat is dus de straf die de officier eerder al eiste. Op 2 mei 2015 zitten 13 mensen in de bak van een hoogwerker. Dit doen ze om de oldtimershow in Oosterwolde goed te kunnen zien. De hoogwerker kantelt door het gewicht voorover met rampzalige gevolgen. De inzittenden vallen 21 meter naar beneden, waarbij iemand om het leven komt. De rechtbank. Vandaag stond verdachte Tijmer K., die de hoogwerker bediende, voor de rechter. Eerder werd de verdachte in de zaak dood door schuld verweten. En dus legde hij 240 uur werkstraf op. Nou, mijn cliënt die begrijpt het vonnis wel. En die heeft al meteen laten weten dat hij het accepteert. Dat hij geen hoger beroep zal instellen. Maar mijn cliënt is hier ook nog elke dag mee bezig. En op een andere manier natuurlijk dan de slachtoffers en de nabestaanden. Maar ook voor hem is het heel zwaar, omdat hij dit heeft veroorzaakt. En hij hoopt hiermee toch ook zelf een stapje verder te kunnen maken. En daarom heeft de rechtbank geoordeeld dat de werkstraf zoals gevorderd door de officier een passende straf is. Maar de voorwaardelijke gevangenisstraf, daar heeft de rechtbank geoordeeld dat dat niet noodzakelijk is, omdat zij geen gevaar voor herhaling ziet. In het dorp Oosterwolde wordt met begrip naar Tijmer K. gereageerd. De persoon in kwestie moet zijn hele leven aan zijn dood toe, moet hij met de gedachten rondlopen. Er is een ongeluk gebeurd, er is iemand verongelukt. Is al een hele zware straf, want dat zul je nooit meer kwijtraken. Ik vind eigenlijk die taakstraf meer was genoeg. Ja. Eigenlijk nog aan de hoge kant.